Hallo en welkom bij Garage Bakker. Mijn naam is Richard Brink en dit is een Renault Clio TCE 90 pk stop en start in de uitvoering dynamiek. De auto is van september 2012 en de kleur van de auto is rouge vlam, rood metallic. Deze auto heeft onder andere LED dagrijlampen, mistlampen voor onder in de bumper, 16 inch lichtmetalen velgen, onder de motorkap een 90 pk 900 cc 3 cilinder turbo benzinemotor. Deze motor is qua kracht te vergelijken met de 1400 zesklaps motor die opvolgt. Hij is alleen een flink stuk zuiniger. Hier in de achterbumper de parkeersensoren. Hier dan de bagageruimte van de auto. De achterbank is in twee delen, 1/3, 2/3 weg te klappen om die ruimte eventueel een stukje uit te breiden. Hier achterin dan een brede achterbank met drie hoofdsteunen en ook drie driepuntsgordels achterin. In het voorportier de bediening van de voorramen, de spiegelverstelling, koplamphoogteregeling, regelbare dashboardverlichting en het knopje om de parkeersensoren uit te schakelen. En hier het knopje om het stop- en startsysteem uit te schakelen. Verlichtingshendel. En hier op het stuur dan de knoppen van de cruise control en van de snelheidsbegrenzer. En de hoofdschakelaar laat ik zo direct daar even van zien. Hier in de auto dan het dashboard van de auto. Groot digitaal in het midden staat de snelheid. Daarboven multifunctioneel display. Als ik even doorklik, hebben we de totaalstand van de auto daar staan. Links de analoge toerenteller en rechts de brandstofhoeveelheid. Naast het stuur dan de ruitwisser. Met een regelbare interval. Deze is van het multimedia systeem. Hier kun je dus radio, volume, dat soort dingen. Hier kun je de telefoon ook mee bedienen. Allemaal met de hand aan het sturen, met de vingertoppen is dat te bedienen. Dan het dashboard van de auto. Even dichtklappen. Centrale portiervergrendeling, alarmknipperlichten. Dit is het media nav systeem van Renault. Er zitten een aantal dingen gecombineerd. Dus uiteraard de radio, dat is die functie. Die, kijk, er zijn geen apparaten verbonden, is media, dus USB-stick, auxiliary ingang of audio streamen via de telefoon als die met Bluetooth verbonden is. Hier de telefoonfuncties, daar staat geen telefoon verbonden op dit moment. Navigatie, dus hier hebben we de kaartweergave van het navigatiesysteem en hier kun je navigeren, dus kun je adressen en dergelijke opzoeken. En dan helemaal aan die kant de instellingen van het systeem. Volumeknop zit hier ook, een grote ronde draaiknop. Maar die kan dus ook vanaf het stuur bediend worden. Dan hieronder het bedieningspaneel van de verwarming. Gewoon handbediende airconditioning. Hier dan start- en stopknop. De auto heeft een handsfree startkaart. Dat betekent dat je de kaart alleen maar op zak hoeft te hebben. Op het moment dat je op een knopje op de deurgrepen drukt, gaat hij automatisch open. En als je instapt, hoef je alleen maar de koppeling in te trappen en op start te drukken, dan loopt hij. Je kan ook eventueel de kaart in de kaartlezer invoeren. Hier nog een 12 volt stroomaansluiting. 5 versnellingen. Hieronder dan nog de eco-modus. Als je die inschakelt, dan wordt de auto een stukje zuiniger, maar ook meteen een stukje minder pittig. En hier de cruise control, neutraal. De begrenzer, dus dit is de hoofdschakelaar van de cruise control en de snelheidsbegrenzer. En die bedien je verder hier vanaf het stuur met die knoppen. Dan hebben we hier nog een
dashboardkastje. Daar liggen ook de boekjes van de auto in. Kijk voor meer informatie over deze auto op onze website. En graag tot ziens bij Garage Bakker.